Ik was omroeper van de nationale ploeg ook in Rusland, dus in Sint-Petersburg. De match tegen Brazilië, de match tegen Frankrijk, tegen Engeland, de, de, de bronzen medaille. Wij verliezen tegen... Wij verliezen, de Rode Duivels verliezen tegen Frankrijk. Dat was een mm -hmm. heel sombere dag in ja. het Belgisch voetbal. Die mannen wouden eigenlijk gewoon naar huis. Zo vlug mogelijk naar huis. Voor hun was het WK over. Dat was gedaan. Wetende ook van uh, we zijn eigenlijk niet verder geraakt dan de lichting 86 in Mexico. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat was eigenlijk ook een soort rivaliteit dat ontstond van de ploeg van Faf en Gerritsen en verkouden en al die dingen. Okay. Dus die hadden zoiets van miljard We hadden wel gehoopt op meer dan dat. Uh, Martínez, Spanjaard, hè, die heeft dat niet meegemaakt, die vibe mm -hmm. van 86 nog allemaal, uh, die heeft dat wel door. Zo manager is hem. En hij samen met Thierry Henry, want hij was toch niet alleen. Mm -hmm. Dus Hij stapt op een bus, daar hadden al, al rode duiven zoiets hadden van. Ik wil naar huis, het is goed geweest voor mij. Hij stapt op een bus en hij zegt, mannen, oké, okay, morgen doen we niks wat met voetbal te maken heeft. Het was daar heel schoon weer, het was de mm -hmm. zomer. We gaan een barbecue organiseren. Kent je mensen, die Belgen die hier in de buurt zijn, in Sint-Petersburg, laat ze overkomen naar het hotel. Mm -hmm. We gaan ze ontvangen en nog allemaal. Dus heel happy, happy, joy, joy. Maar de sfeer was nog altijd onder het vriespunt. De mannen waren zeer ontgoocheld waren ja. echt kwaad ook. Die gaan naar het hotel, die overnachten daar uh, na hun Playstation-sessie. En, en smorgens uh, staan ze op en uh, gaan ze allemaal naar het uh, ontbijtbuffet. En daar zegt Martinus, voordat we gaan eten, zou ik u graag heel even willen uitnodigen om mij te volgen. Mm hij -hmm. had hem daar zo een zaaltje van dat hotel, of een grote zaal van dat hotel, had hem iedereen meegenomen, dus heel de crew ook, ook de technische mensen, mm -hmm. iedereen meegenomen. Dus hij zelf samen met Thierry Henry hebben zich geamuseerd met s'nachts een PowerPoint-presentatie te maken met wat gebeurt er momenteel in België. Ja. Dus hij zet dat op, hij drukt op play en hij stapt gewoon die kamer buiten. Die rode duivels zitten te kijken naar al die grote markten hier in België. Iedereen die de spiegeltjes met Belgische vlaggen, ja, iedereen slot. geschminkt, en nogmaals. Op minder dan een kwartier tijd waren die gasten terug gemotiveerd om die bronzen medaille te gaan winnen. En ze hebben ook, de mensen die de match hebben gezien tegen Engeland, ze waren ook echt gemotiveerd, want Engeland heeft afgezien. Hè. De Belgen waren echt aan het strijden voor die bronzen medaille. Dat was niet goed genoeg voor hun. Maar ze wouden toch naar Brussel terugkomen met iets in handen om al die supporters te bedanken. Mm -hmm. Dat is people management. Yeah. Ten top, vind en ik. Lederschap. Wat Martinez heeft gedaan. Ja. Dat is leiderschap. En dat heeft niks met voetbal te maken. Dat ja, heeft niks met voetbal te maken. Martinez is ook een onwaarschijnlijke goede improvisator. Dus ja, dan zitten we terug rond. Hè. <laughs> <laughs> ja, Dat gast in Engels praat. Nee, nee. Yeah. nee, maar... Dat, dat, dat mm -hmm. vond ik een ongelooflijk voorbeeld. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, terwijl ik dat verhaal nu terugvertel, mm -hmm. ja, dus ik ja. vond dat een, een onwaarschijnlijk moment. Hè. Ik kreeg bijna tranen in mijn oor. Ik heb ook direct gebeld aan mijn vrouw om te zeggen dat ik heb nu iets heb meegemaakt dat niks met voetbal te maken heeft. door een voetballer van wie je het, het niet verwacht, want Wilmot had daar nooit aan gedacht. Nooit. Mm -hmm. Die was nog altijd ruzie aan het maken. Nu. <laughs> dus Martínez heeft daar iets bewezen, vind ik, dat is ongelooflijk. En alleen daarvoor, en dat is natuurlijk inside information, alleen daarvoor is hij voor mij de coach van deze lichting. Als die mannen zo goed zijn als ze nu zijn, dan heeft Martinez daar ongelooflijk veel mee te maken. Ja, ja. Henri ook trouwens. Ja. Want dat vind ik een interessante en, en dat, ik ben dan benieuwd naar jullie visie om dan weer de link naar Impro te leggen. Maakt een leider het team of maakt het team de leider? Dat is een keigoede vraag. Ja. Dat... Is daar een antwoord op 100% juist? Ik weet Ik denk dat, dat, dat alle twee. alle twee ja. natuurlijk. Mm -hmm. Zonder een goed team. Ja. Je hebt al, een leider kan heel dat team aan de kloten doen. Althans, ja. daarvan uitgaan. Ja, wereld, dat en toch denk ik. Ja, nee, ja, ik, ik was niet, ja, ik was piepen, niet op tijd met een piep. Met piepen, nee, ik piepen, heb... ja. Vandaar dat ik, als, als ik dan. En nog dan zo overtuigd zijn dat het een goede leider is. Zo mm. zijn er ook veel. Hè? Die mm. een team volledig. Ja. Ver... Ja. En toch overtuigd zijn, maar ik ben keihuw ja. bezig. Ja. Ja. ja, dat klopt. Maar kan het dan ook zijn dat mensen uit een team ja. die leider. Ja, zo zijn er veel voetbalcoaches gesneuveld ook. Hè. Wel, omdat de vraag, ploeg zat van wij stoppen mee. eigenlijk hè, in de kleedkamer, Ambras en zo. En dan kan die coach doen wat hij wil. Die gaat eruit. Maar, maar is dat zo in voetbal dan? Daar ben ik zeker van. Ja. Ja, er zijn goede coaches die zijn moeten weggaan omdat de ploeg het niet graag heeft. De grote vedetten zijn belangrijker dan de coach. Hè. Ik kan me daar ja. niet over uitspreken. Ik heb nog nooit in zo'n zo kleedkamer mogen zitten. Maar leiderschap is een, is een gegund iets. Ja. Dat is, je team gunt u dat. En dan moet jij op die manier, als je dat bij elkaar gekregen hebt, moet je dat, moet je dat gewoon consolideren en maken. Mm -hmm. Dat je, je doet wat je zegt ja. en je zegt dat je doet. En als je dat even ja. kunt, 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 kunt uitstralen, dan, dan gunnen ze u dat. En dan heb je een goed draaiend team. Ja. En als er dan iets gebeurt in dat team, dan zit jij daar bovenop, zonder dat jij daar bovenop zit. Als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja. En, en, en er zijn, als ik nog een voorbeeldje mag geven naar het voetbal. Mm -hmm. Raymond Goethals, de professeur, de, de professor, le magicien, 5000 enfin, duizend en één bijnamen. Uh, die man was voetbaltrainer van de beste ploeg ter wereld, Olympique Marseille. Mm -hmm. Daar speelde een zekere, Cantona, Eric Cantona, dat was mm -hmm. de ster in Frankrijk. Dat was de grootste, dat was de, platini, de Zidane van toen. Die weigerde van op de bank te gaan zitten. Hij was coach, hè, met Bernard Tapie was zijn voorzitter, en, nog allemaal, en hij was coach. En, en die zegt, ik ga niet op die bank zitten. En hij antwoordt daarop, dan ga er neffen zitten. En heel Marseille gechoqueerd, want je hebt tegen Cantona gezegd, je gaat er neffen zitten. Ja, hij kon zich daar permitteren, want hij was de chouchou van, van het publiek, van het ja. team, omdat ze wisten, hij maakt ons kampioen. Mm -hmm. Al de grote vedetten, er waren er nog, hè, Barthes en noem maar op, die zijn allemaal gaan babbelen met, met Cantona toen om te zeggen van, ga je niet fout? Ga je dat uitgangen dus ja. rustig, onze coach is onze coach. En Cantona is zijn excuus, gaan aanbieden hier dan... Aan goed als ik die niet kan dat Kantonada twee keer heeft gedaan in zijn carrière. Dat is een excuus, maar ik weet het niet. He? Mm -hmm. Maar dat is, ook, dat is leiderschap ook. Het durven ook wel zeggen yeah. op een bepaald moment gedaan met de mantel der liefde boven te halen.